Oké, vandaag zijn we even aan het metaaldetecteren, zondagmorgen. En ik heb een klein speeltuintje uitgezocht, hier had ik nog nooit gezocht. Ik ben net een paar metertjes aan het lopen en ik heb mijn eerste vondst al. En ik zal hem even een beetje opgraven hier, hij zit aan de oppervlakte. Ja, 10 eurocent, zo. De eerste is alweer binnen. Ik had ze net ook even op een ander plekje gezocht, maar het was alleen maar rotzooi. Dus ik denk, ik ga even naar een ander plaatsje. Deze had ik al een tijdje op mijn bestemming. En we gaan hier vanmorgen even zoeken. En tot de volgende vondst. Sleutel. Hier. Troep. IJzer. Een stuk ijzer. Blik. Hier, een tube. Oftewel YouTube. Oké, volgende vondst. Leuk. Ik had alweer wat eurotjes en natuurlijk de nodige rotzooi, maar dit is een 1 cent uit, ja, ik kan het zo snel niet zien, 67, 63. Ja, mooie patina, mooi groen. Dus ja, valt me nog niet tegen hier. Verder geen kostbare dingetjes en zo, maar nodige blikjes en troep. Maar we gaan weer verder. Oké, volgende vondst. 2 euro munt. Ja, hele vol troep hier. Ik heb even een paar helpers. Ja. Daar is nog één. En die kijken even hoe ik het doe, hè. Dus ja, leuke vondst. 2 euro. Nou, een geweldige vondst. Vaarpot. Amstelbier. Zo. Ja. Nou, we zijn klaar voor vandaag. Het was even leuk zoeken hier. Klein speeltuintje. En nou ja, niet veel goud en zilver. Maar wel de nodige muntjes. Eurotjes, nou toch wel heel veel. Ja. En ik heb 4 van die 20. Dit was de oudste, de cent van de gulden en de rest is allemaal van deze tijd. Even zien hoeveel hebben we: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 muntjes. Jippie.